Hallo, moet je één slaan, drie voor een. Nou, die zijn niet zo heel vers. Dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Weerkommen. In Weerkommen proeven we de sfeer in de Achterhoek en Liemers en horen wij graag uw verhaal. Deze week waren we te vinden in het centrum van Terborg. Nou, ik denk dat Terborg werkt aan een nieuwe toekomst. En dat alles wat we hier nu zien, wat aan nieuwbouw gekomen is, dat het resultaat is van heel hard werken van heel veel mensen die toch in Terborg geloven. En dat vind ik heel belangrijk. Want daar zijn allemaal met appartementen bezig en zo. Hoe vindt u het worden? Wat u nu al kunt zien in elk geval. Ja, ik vind het heel mooi worden. Ik vind het echt in de oude stijl wordt het helemaal gebouwd. Je ziet dat het niet goedkoop is, maar dat het echt ook aan de afwerking gewoon prachtig geworden is. Ja. Dus ik vind de Hoofdstraat knapt per maand, zou ik zeggen. Knapt hier gewoon op. Maar vroeger was het gezellig. Ja? Wat je nu allemaal hoort, zoals bij mijn Bonjaringsstraat. Ja. Nee, er zitten allemaal dat vieze ratio allemaal. Ja, zoals? Kunt u voorbeeld geven? En die schuint hier meer over in een grote huis. Die staat nu al steeds te koop, maar dat is al wel, kun je wel zeggen, misschien al een jaar geleden al. Hij was niet thuis. Allemaal wiet in brand gevlogen. Oké. Okay. Ja, van nu. Dus het is wel een beetje veranderd de laatste jaren. Ja, en eigenlijk van de meeste nog hoor. Als er wel eens feestjes zijn. Ja. Nee. Dus dat zijn wel minder positieve dingen. Ja, met die feestjes tegenwoordig met die rust hoor. Ja. Vroeger heb ik het gezellig gehad. Wat is nou echt specifiek iets waar ze nou voor naar Terborg moeten komen volgens u? Dat kan ik echt niet zeggen. Nee, dat vindt u moeilijk? Nee, want dat heb je normaal in de plaats. De HEMA. Ja. Action. Ja. En die heb je niet. Nee, dus dan zullen we wel ergens anders heen moeten gaan. Ja. Dat zijn plakkers. En hoe zijn de mensen hier een beetje onder elkaar in Terborg? Oh, de mensen zijn hier zeker. Ja? Is het goed voor elkaar? Ja. Er wordt nog weinig geschoren. Ja. Op sommige plekken op de camping schieten ze maar zo iemand van de stoel. Oké. Okay. Daar hoor je hier nog niet van. Nee. Nee. En je ziet dat alles weer heerlijk opgebouwd wordt. Er zijn nieuwe appartementencomplexen. Ja. Ik woon een eindje verderop. Ja. En tegenover mij is Pleintje Kaak. Er zijn schitterende appartementen gekomen. Haagjeslaan is daar. Hele mooie huisjes allemaal. Ja. Aan de andere kant van mij, waar ik woon, daar is de Nijenborg, het complex gekomen. Ja. Ja, en de Hoofdstraat die begint nu ook weer helemaal op te bloeien. Hè? Dus Terborg begint echt helemaal een metamorfose te krijgen. Ja, bij mij in de Walstraat is het even een rommeltje. En we moeten ons heel erg behelpen met het parkeren iedere keer. En het is iedere keer weer een vraag of ik bij huis kan komen. Het wordt wel wat druk. Maar het wordt, ja. Het wordt fantastisch, denk ik. Ik vind prima wonen in Terborg. Ja. Ja, ik... wat wou je weten? Ja, hoe lang woont u hier al ongeveer? Ik woon hier nou in Terborg, moet ik even denken, dat is een beetje 12 jaar. 12 jaar? Ja. Dat is al een heel poosje. Ja, wat klopt. Is er nou zo positief volgens u aan Terborg? Wat is er positief aan Terborg? Goed. Het bevalt mij hier wel. Mensen zijn vriendelijk. Ja. Ik woon in een leuke buurt. En hoe gaan de mensen hier met elkaar om hier in Terborg? Ja, eigenlijk prima. Ja. Ja. Netjes. Iedereen heeft wel respect voor elkaar. Ja. Mensen, het idee dat
Dat heb ik wel. Ja. Voor het programma Weerkomen hebben we nog een klein iets dat we bij iedereen altijd nog even snel een kopje koffie gaan drinken. Ja. En de vraag is of dat misschien bij u kan, dan neem ik de koek mee. Echt, u mag best een kopje koffie komen drinken, prima. Nou, niet schrikken, want ik kom net van vakantie hier terug. Oké. Nee, dus goed. Mijn koffer staat nog in de keuken. Ja. Nee, maar dat is prima. Nou, hartstikke leuk. Mag even een kopje koffie komen drinken. Met het lekkere warme weer gaan we deze week even op de koffie bij Karin Visser. Twitter ondertussen met ons mee op hashtag Weerkomen. Dag mevrouw. Hallo. Goedemiddag. Kom binnen. Nou, zoals beloofd, de koeken voor u. Dankjewel. En ik woon nu 12 jaar in Terborg. En dat valt me wel prima hier. Ja, zeggen dat ik hier leuke contacten op heb gedaan. We wonen in een fijne buurt. U heeft erg fijne buurtbewoners. Ja, zeker. Ja. Ja. We hebben ook een leuke, gezellige buurt. Ik moet zeggen, het is niet dat we echt wekelijks bij elkaar op de koffie komen of zo, dat niet. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb zelf ook mijn werk en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen leven, maar vaak wel spontaan. Zo dat je iemand tegenkomt, even een bakkie of zo. En we hebben ook nog wel eens dat er wat georganiseerd wordt. Zoals? Wat wordt er dan hier zo? Nou, we hebben altijd een clubje bij elkaar met de kermis, een wagen bouwen. Dat doen we dan. En dat wordt vooral, ik help wel mee, maar ik ben zelf niet zo van dat hele opzet en dergelijke. Dus dat wordt dan door iemand anders in de buurt gedaan, die er heel fanatiek in is. Ik vind het wel heel gezellig om eraan mee te kunnen doen. Ja. Want is dat heel erg populair hier in Terborg? Nou, volgens mij toch wel, want volgens mij doen er toch best nog wel wat straten aan mee. Dus volgens mij leeft dat wel hier in Terborg. En kermis sowieso, hè, kermis Terborg. Dus ja, er wordt groots gevierd hier, de kermis. Ja, ja. Er is heel lang geloof ik geen tent geweest, dan was het altijd bij Trinity. Maar het is nu tegenwoordig staat er ook een grote tent. En ja, het is wel heel gezellig. De Bosker is ook wel heel leuk. Ja. U vertelde net eigenlijk dat u eigenlijk net terug bent van vakantie. Ja, dat klopt. Waar bent u geweest? Ik ben op Curaçao geweest. Zo, dat is wel een eind weg. Ja, dat is best een eind vliegen. Ja, de heenweg 11 uur en terugweg gisteren ben ik teruggekomen. Was dan iets minder lang, 8 uur, omdat ik geen tussenstop had. Maar het is inderdaad wel een lange reis. Mijn vrienden van mij die wonen daar. Dus Hoe is dat zo gekomen? Nou, die hebben altijd in Zeewolde gewoond en dat is eigenlijk wel heel knap, want die hebben uiteindelijk de beslissing genomen van nou, we willen toch wel graag weg en naar het buitenland. En die hebben op een gegeven moment allebei hun baan opgezegd. En ze hebben het huis verkocht en ze zijn naar Curaçao gegaan en ze hebben het daar nu schitterend in orde. Maar heeft u dan ook niet zoiets van, hé, ik wil daar eigenlijk ook wel wonen, net als mijn vrienden? Nou, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat hun daar heel mooi wonen, dat hun die stap gemaakt hebben. Maar dat vind ik wel een hele grote stap. Ja. Ik vind het heel knap hoor dat mensen doen. Maar dat, Want wat is voor u, laat maar zeggen, een stap te veel? Wat maakt u, wat houdt u tegen? Laat ik het zo vragen. Wat houdt mij tegen? Ja, god, ik heb hier natuurlijk ook wel heel veel mijn familie, vrienden. Mijn werk is voor mij ook wel heel belangrijk. Heb ik het heel erg naar mijn zin. U zal te veel moeten achterlaten? Ja, dat denk ik dat het dat is. Dat ik te veel moet achterlaten. Dat ik dat toch wel een hele grote stap vind, ja.
heb hem uit Spanje. Hij komt van een adoptiebureau af, Adelante. En ja, goed, toen ik dat beestje had, toen was ik meteen verliefd. Het ging al heel snel. En je hebt altijd de kans van na 2 maanden kan hij nog terug. Maar dan weet ik al van ja, dat zou ook niet kunnen. Als je een diertje hebt, dan blijft hij bij mij. Ja. Maar was er sprake van dat hij misschien nog weg zou hoeven gaan? Nou, voor mij niet. Voor mij was het gewoon heel duidelijk. Ik heb op een gegeven moment, ik moet zeggen dat het ook wel een makkelijk hondje was. En een kennis van mij, die heeft dan op een gegeven moment studie gedaan voor gedragskundigen met honden. Die is wel een paar keer komen kijken met bepaalde dingen. Maar Adelante me ook mee had willen helpen hoor. Maar dat was een eigen keuze, zo van voor mij lekker dichtbij. Mm-hmm. En dat is ook wel prettig. Maar het waren een paar kleine dingetjes. Het was te snel uit, verder gewoon een heel lief sociaal beestje. Ze worden daar ook al gesocialiseerd en gekeken of ze nog geplaatst kunnen worden. Dat is wel een goed adoptiebron. Ze komen ook nog kijken hoe het gaat. Ja, dus, ja. Weer is heel belangrijk voor mij, want toen was, ja, ik ben 3 weken op vakantie geweest en de laatste paar dagen krijg ik echt wel de kriebels van, dan wil ik echt wel weer naar huis voor mijn hondje. Ja, ja, dan heeft het daar wel heim mee naam. Ja, ja, dat zeker. Ja, hoe fijn ik het dan daar ook gehad heb, maar dan wil ik terug, want dan moet ik bij mijn hondje. Ja. Ik wil u hartelijk bedanken voor de koffie en de gastvrijheid. Nou, graag gedaan en jullie bedankt voor de lekkere koeken die jullie hebben meegenomen. Ik vond het hartstikke gezellig, echt leuk. Ja, dan zou ik zeggen tot ziens. Weer komen. Zullen we zeker doen. Oké, doei.